Ik ga vandaag naar Jill Huibrechts. Zeg ik dat goed? Ja. En ik heb er heel veel zin in. Een klein beetje zenuwachtig. Ik ga een ruimtepakje aandoen. Witte rijbroek, de shirt en mijn jasje. En, ja. En waarom trek je dat aan? Moet ik dat vertellen? Weet ik niet. En waarom ik dat ga doen, omdat Jill ook helemaal netjes naar Ankie van Gunsfilm ging. En dat ga ik ook doen. En een pony wassen, dus dan ga ik ook mijn pony wassen. Ja, nou, leuk dat je kijkt. Zo, Tess. We hadden stress, hè? Of ik had in ieder geval stress. Had jij ook stress? Nee. Nee. Ik stress? Nee. Was je moeder lastig? Ja, heel. Oké, nou, ze is nu relaxed. De trailer staat erachter. Ze keek ook niet heel vrolijk in de auto toen we het tegenkwamen. Nee, maar ik moest zoveel doen in zo'n korte tijd dat ik even gestrest ben. Dat heb ik wel eens. Hoe is het met de pony? Goed. Ben je er weer klaar voor? Ja. Heb je je broek aan? Yep. Kijk, daar heb ik een nieuw boek. We hebben ze echt. Past er die? Ja. Gelukkig maar. Dus nu moet de pony er nog in, Kim erin, Tessa erin. Weet je, jammer dat ze niet heeft verteld dat ze glitterspray in de mama had gedaan. Dat mag niet? Jawel, maar nu ben ik helemaal begitterd. Leuk toch? Ja, ik heb geen zaklampje, anders had ik het kunnen laten zien. Maar goed, ze is dus geknot. Bijna. Ze is gewassen. Ze gaat ervan gapen. En dadelijk ga ik nog. Dat glitterspray, daar wordt ze zacht van. Oeh. Dus ik ga het niet op het zelf, een stuk doen, maar wel voor de rest. Oké. Okay. Nou, ik denk dat je poetstof nog even mee moet nemen. Ja. Zo, dames, zijn jullie er klaar voor? Ja. Genoeg over brillen. Even de nieuwe bril van Kim. Tadaa. Hij is van? Van Calvin Klein. Calvin Klein. Pony is helemaal klaar, gepoetst, schoon. Mooie hoefjes, kunnen we? Ja. Nou, dan gaan we inladen. En dit keer mogen wij de trailer van Kim lenen. Oh. Dit keer doet hij het. Dit keer doet hij het. Ja. We zijn bij Jill. Ik denk dat ze de paarden omgetraind heeft. Noem je dat zo? Omgeschoold naar circusponies. Hoe cool is dat dan? Ja. Ja. Pony staat klaar. Tessa is daar. Ga zitten. We gaan niet op Tessa. Mooie knotjes heeft ze. Oh ja, ik doe een knotje. Oh. Eerst even wat dingen afhalen. Ze probeert te voelen. Als jij die kant aan de kont zit. Kom maar, Ster. Oh, braaf. Goed zo, braaf. Goed zo. Goed zo. Goed gedaan. Even die dingen af. Nou, ik ga nu even kijken waar ik terecht moet. Ja, loop maar. Nee, niet doen. Moeten we hierheen? Ja, we moeten hierheen. Door, ik weet niet, hoe heet jij? Hey, ja, ik heb ook een hondje. Ja, niet eens alleen ik, maar ook Kim die wordt direct geadopteerd door Mila. Dit is een meisje. Zeg eens af tegen haar. Af. Ja, oh, nee, dat ging bij mij toch beter. Af. Ik denk dat we er mee moeten nemen. Ik kan ze cursus geven aan Alice. En daar zijn we. Vind je het spannend, Tess? Nee, wel, hè? Wil je je even voorstellen? Oh, hi. Ik zat even de anti-klitter af te poetsen. Nou, ik ben Jill Huibrechts. Ik rij Grand Prix met mijn paard Yvain Sarmatio Z.
Ja, ik heb zelf ook een YouTube kanaal. Daar kennen jullie mij misschien wel van. Anderen nog niet. Misschien ook. In ieder geval, Tessa is vandaag met Sterre bij mij. En wij gaan, ik ga haar helpen. Ik ga haar lesgeven. En wij gaan even kijken hoe ver we komen met de hulp bij de basis. Dus we gaan dus voornamelijk focussen op de basis. En ja, ik vind het heel leuk dat Sterre en Tessa bij mij zijn nu een keer op stal. Hè? Dan zijn we een beetje op uitje bij Jill. Op uitje bij Jill. Groetjes thuis. Ja, groetjes thuis. Hi mam. Ja, precies. Maar ja, ik denk dat we maar gewoon gaan beginnen, toch? Ja, want we zijn al even hier. En Tess die heeft alles zo helemaal netjes gemaakt. En waarom heb je dat gedaan, Tess? Omdat Jill ook naar Ankie Gunsven ging en dat was ook helemaal in pak. Je was ook helemaal netjes, hè? Ja. En dan had je naar Jill. Niet naar Ankie, maar naar Jill. Ja, maar ja, voor haar is dat hetzelfde niveau, zeg maar. Nou, weet ik niet. Misschien zelfs nog wel verder. Je zou niet heel snel, zeg maar, uit het niets naar een Grand Prix ruiter gaan. Dus in die zin is het wel heel spannend. We maken er gewoon lekkere gezelligheid van, hè? Dan gaan we eens kijken hoe ver we samenkomen. Ja? Ja, ze zelf mooi zitten, hè? Jij mag alleen maar met je hand en met je been haar een beetje naar binnen laten kijken. Maar je blijft wel mooi zitten, die oortjes. Weer naar galop. Als je er klaar voor bent. Alles gecontroleerd. Kijk, nou kijkt hij mooi naar binnen. Zo, Kim en Tess zijn weer ontdooid. Hè? En wat water. Ja, precies. We zijn met Jill op stal. En Jill gaat even haar paardjes voorstellen. Nou, dit is Graafje, die is heel lief. Mag je wel dichterbij gaan staan? Deze is heel lief. Dat is echt een knuffelpaard. Kan je ook lekker met zijn oren kriebelen. En dat is echt. Die staat hier ook bij de poetsplaats en de wasplaats. Dus iedereen zit hem altijd te aaien. Kijk eens hoe lief dat hij is. Echt een drol. Allerliefste paard die ik heb. En dan hebben we hier Anton. Die heeft altijd jurk aan zijn billen. Daarom staat hij ook altijd in zijn hooizak met zijn kont. Zo. En deze is wel een beetje bijschaar. Dit is mijn beste paard. Zeg maar, het is nu zeg maar de opvolger van. Ja, oké, dit is niet heel aardig, sorry Mats. Ik bedoel, dit is mijn opvolger voor de Macho. En die is spichtig. En die is. Hoe oud is die? Hij wordt dit jaar 8. Kijk even naar zijn naam. Dus hij zit met de E. Die wordt 8 dit jaar. En die loopt lichte tour. En nu zijn we aan het oefenen voor de U25 en voor de Grand Prix. Dat soort dingetjes. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar hij is natuurlijk nog wel heel jong. Dus we nemen er lekker de tijd voor. En dan laat ik hem nog een beetje. Volgens mij was je het ook een circuspony aan het maken. Nee, dat is die andere. Nee, want ik zag je met allerlei vlaggen en dingetjes. Ja, dat doe ik met deze. Om hem te temmen. Ja, dus met Enzo zijn we een beetje aan het ook schriktraining aan het doen nu. Om hem iets rustiger te maken. Want eigenlijk, hij kan zeg maar eigenlijk alle oefeningen voor het hogere werk wel echt wel best wel bevestigd. Maar hij is nog een beetje. Ja, soms gaat hij gewoon bij iedere letter stilstaan om te schrikken. Dus dat is een beetje. Net als dat paard dat over een blaadje heen springt. Ja, daar word ik ook heel tegen getagd nu. Dus dat is wel een beetje jammer nog. Maar dat moeten we dus echt nog oefenen. Daar ligt onze focus nu ook. En dat hij heel veel mee gaat. En dat hij niet je mager uitbijt. Dus en dan hebben we daar Macho. En die is, dat is mijn paard waar ik Grand Prix mee rijd. Bij de senior, maar ook in de U25. En die heb ik al vanaf dat hij 3 is. Die is wel heel. Ja, hij is wel heel lief. Hij is ook wel heel erg nieuwsgierig. Ja, maar aan zijn hoofd zitten, dat heeft hij liever niet. Maar jij kan wel proberen hoor, want hij doet gewoon zijn hoofd weg. Dus je moet zijn hoofd wel aaien. Probeer maar. Hier zo. Zie je kan hem niet echt, zeg maar. Dat wil hij gewoon niet. Deze? Ja, die kan je zo lekker bij zijn kop pakken. Ja. En zo, alleen dan moet je wel uitkijken dat je maag niet uitgedeeld wordt. Maar deze is heel erg, dat wil hij allemaal niet, weet je wel. Maar je mag hem wel hier kriebelen. Dat wil hij wel. Oeh. Dus hij heeft hier een plekje. Ja, en dan gaat hij zo. Maar hij kan dus echt, hij is heel dominant. En als ik dus hier ga staan, kijk, dan gaat hij me vangen. Gaat hij me vangen? Zie je, dan wil hij dus dat ik zo ga kriebelen. En dat vindt hij fijn. En dan ga ik stoppen. En dan gaat hij zo van, hé, kom eens hier. Ja. Dat doet hij echt al jaren. En dan moet je kriebelen en dan stop je. Zo, hé, schiet erop.
Zo moet je, dat is echt heel goed. Dus dit is je circus pony. Ja, dit is. Ik kan ook een trucje. Kom maar. Flee. Flee. Ja. En deze heeft iets pakken. Hij denkt ook, voor niks gaat de zon op. Ja, echt helemaal niks voor niks. Weet je, nog een keer. Met Sarah. Appen, nog een keer. Ja. Doet Ivan, probeert Albin en Jantje van Leij af te komen. En onder het zadel is hij wel heel eager. Maar hij wil, ja, het is echt mijn, het is mijn bijzondere toppaard, hè. Daar ben ik echt met niks mee begonnen. Dit was zeg maar mijn eerste paard. Dus zeg maar van de ponies af ging naar de paarden, toen kreeg macho. Nou, dat is heel mooi. Oh ja, ja, die pony die kan ik niet voorstellen, want die heb ik zelf me niet voorgesteld. Oh, oké. Okay. Nee, dat kan niet. Maar jouw paarden krijgen geen eten, zie ik hier. Nee, dat doen we zelf. Het staat ze me altijd klaar. Ze zitten in de bakjes. En ze krijgen wel eten van hier, maar dat zetten wij zelf klaar. Dus sommige mensen hebben hier al... Iedereen heeft hier eigenlijk zeg maar een half brok en een half muesli of zoiets op hun bordje staan. Maar wij voeren onszelf. We zitten zeg maar hier. Zitten erin en staat hier op avond. En dan de andere ochtend. En, ja, stop. Avond, ochtend. Ja. En dan gooien zij er wel in voor ons. Zo, hij echt lekker irritant aan doen. En de hooi, dat hooi krijgt hij ook, krijgen ze als de rest hooi krijgt. Verder geven wij zelf hooi. Maar anders dan vinden ze zich heel zielig. Oh. En ze hebben ook hooizakken en alles. Ja, en zijn het ruinen of zijn het hengsten? Dit zijn allemaal ruinen. Die staan. En machos. Echt een kwallenbak. Het zijn allemaal ruim. Dus volgens mij hier allemaal. Zijn, ja. En hem hebben we zelf gecastreerd. Macho die heeft gedekt. Die heeft baby's. Ja, daarom is hij ook zo'n macho. Dat is echt hoor. Echt heel dominant. Dat is echt een event. Maar hij heeft een paar nakomelingen. We hebben gekeken zo lief dat hij is. Ja. Grafie. Meenemen, Tess. Een strikje erom. Strikje nou, over hoeveel jaar heb je paard nodig, Tess? Het is nu 9. Het is nu 9, dus nou, je hebt nog een jaar of 5, denk ik. Ja. 5, 6. En dan komt ze terug en dan komt ze Graafje even halen. Ja. Hé, Tess? Ik ga Graafje mee naar Maassluis. Dan gaat Graafje. Nou, ik weet niet of we dan nog in de sluis zitten, maar... hij kan ook wel heel hard. Oh, maar dat vindt Tess fantastisch. Dan leert ze hem wel springen nog, denk ik, hè Tess? Ja. Ja. Dan leer ik even dat springen eerst af, dan mag jij het weer opzetten. Kan die springen dan? Nee, ja, de lucht. Over blaadjes heen. Ja, en ze kan wel springen, daar heb ik wel mee gesprongen. Ja? Ja, toen ik hem net reed, hij was ook 3 toen ik hem kreeg, 2,5 zelfs. En toen... Toen ben ik hem gaan rijden een tijdje later, zeg maar. En toen, hij vertrouwde mij echt niet, zeg maar. Hij was overal bang van, zoals nu nog steeds al een beetje zijn probleem is. Maar toen vertrouwde hij mij ook niet, want we kenden elkaar nog helemaal niet. En toen ben ik maar gewoon een hindernis in de bak of een balkje gaan leggen. Zodat, en dat ik dan zeg maar hem kon overtuigen dat hij daar, want hij was daar zo bang van. En dan heb ik geprobeerd hem daar enigszins in de buurt te komen of er overheen te stappen. En dat hij dan zeg maar een soort van... Oké, ik heb het overleefd. Zij gaat niks raar van mij doen. Ervaring van kreeg, zeg maar. Dat is wel creatief. Ja, dat is echt. Nou ja, ik moest hem een beetje zeg maar leren zo van dat er niks gebeurt. Als ik zeg dat het goed is, dan is het goed. Ja. Hij dacht het wel. Hij dacht ook echt als ik met hem de ring in ging. Wij zijn met hem echt bij helemaal niks begonnen. Hij wilde sowieso de hekjes niet in. Hij ging gewoon niet in. Dus dan stond hij erin en dan wilde hij niet eens bewegen. Zo bang was hij. En dan had ik hem eigenlijk in beweging, want hij is helemaal niet sloom of zo, maar hij durfde gewoon niet te bewegen, stond gewoon zo. En dan had ik hem in beweging en dan ging ik zeg maar in de ring rijden. En dan snapte hij niet dat als ik zeg maar recht op de hoek afreed, dan dacht hij dat ik hem eroverheen ging sturen. Dus dan ging hij een soort van weigeren voor de hoek. Snap je? Die dacht dat ik hem over de hek heen ging sturen. Die snapte natuurlijk niet dat ik op tijd weer de hoek doorga, dus naar links ga of naar rechts. Die dacht gewoon, ja, die gek, die gaan me over de witte hek sturen. Die ging gewoon stilstaan en zo. Dus ja, dat snapt hij inmiddels. En daar houdt het op. Daar houdt het op. Nee, maar het gaat wel echt steeds beter hoor. Hij loopt ook al internationaal en zo. Dat gaat eigenlijk beter, want dan kan hij even baan verkennen. Hè?
Dus als hij een paar dagen op wedstrijd is, dan loopt hij het beste. Want dan kan hij een mooie paar keer in de ring en zo. Dat heeft hij wel echt nodig. Maar ja, er zijn paarden die daar gewoon heel erg fijn vinden. Dat geeft ook niks. Je moet een beetje aanpassen aan... aan je paard. Ja. En Ens? Doen we gewoon een beetje de bibine voor je hand. Er is nog plek in de trailer hoor, als je ster een beetje opzij zet. Douwen aan. Nou, deze wasplaats zien wij in ongeveer elke video van Jill. Behalve als ze op parcours is, want dan is ze op de camping. Tussen de modder en de plassen en weet ik wat allemaal. Nou, een ponykamp. Een ponykamp, ja precies. Dus de wasplaats. Nou, en ja, ze heeft een staltour, dus mocht je heel veel meer van Jill willen zien, kijk even op haar ja, of je even wil kriebelen. Niet op zijn hoofd, hè? Dat bedoelt hij niet. Dat bedoelt hij niet. Hé, meisje, jij snapt het. Maar wil je meer van Jill zien, er is een hele staltour en ze heeft nog heel veel meer, dus dan kan je daar even kijken. Nou, wij hebben net geoefend, hè, met van alles en nog wat. Ja. En ik was eigenlijk heel tevreden over hoe Sterre en Tessa, natuurlijk Tessa ook, het hebben gedaan. En ik hoop dat ze heel hard gaan oefenen met de dingetjes die wij nu hebben besproken en hebben gedaan. En ga je dat doen? Ja. Zie je niet? En ook gapen die pony. Dus je gaat hard oefenen. Ja. En dan zie ik jou de volgende keer weer terug. Om even te laten zien wat je allemaal hebt geoefend. Is dat een goed idee? In de beschrijving staat Jill's kanaal. Geef vooral een duimpje omhoog en abonneer als je dat interesseert.